op zal. En er zijn gewoon te weinig mannen in het onderwijs. Nou, in het komt zullen we het vandaag uitgebreid over hebben. Maar de kwaliteiten die mannen jongens aan en toevoegen aan wat er in het onderwijs op dit moment gebeurt, zijn onmisbaar. Ze zijn onmisbaar voor kinderen, ze zijn onmisbaar voor de meesters en juffrouw die nu al rondlopen. En zijn ook onmisbaar als je kijkt naar welke kennis voor kinderen belangrijk is en wat het toe doet. En dan heb ik het niet alleen over de schoolkennis, over kennis over rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis, maar ik heb ook gewoon de kennis die je moet hebben hoe mannen zijn en hoe vrouwen zijn. En waar kinderen een rolmodel voor kiezen, kinderen die dan kunnen zeggen, hey, die meester die doet zus en die juf doet zo, dat ze kunnen vergelijken. Maar in ieder geval, hartstikke fijn dat jullie hier zijn. Welkom, welkom ook ouders en begeleiders, want die hadden we nadrukkelijk uitgenodigd. Die mogen ook mee, prima. Daar zijn we naar op zoek. En dat willen we met elkaar eigenlijk hier benoemen. Ja, de eerste reactie eigenlijk voordat ik ook maar iets had gezegd was, yes, eindelijk is een meester. En ja, ook gewoon met buitenspelen en met de gymlessen merk je gewoon dat het heel anders is. En dat die kinderen het ook eigenlijk hartstikke leuk vinden om een keer een meester te hebben. En ja, ik denk ook wel als we bijvoorbeeld pijn hebben of ziek zijn, dat je dan ook als man anders reageert als vrouw. Dat je denkt, kom op, even doorzetten. En ja, dat voor die kinderen soms ook wel goed is. Dat ze leren gewoon van niet zo aanstellen, we moeten gewoon weer even doorgaan. Maar het lastige vind ik dat is wel op zich wel grappig. Dat als je erover nadenkt, wat is er nou mannelijk aan mijn meester zijn? Dan denk ik ook, ja, wat is van mezelf en wat is het mannelijke daaraan? En wat ik heel veel gebruik in mijn les is humor. En ik weet niet of dat heel mannelijk is of dat heel iets voor mezelf is. Maar ik zie dat wel heel erg terug. Dat door humor je kinderen bereikt en je kinderen... Je een op een andere manier contact krijgt met kinderen. Maar ik weet niet in hoeverre dat mannelijk is. Natuurlijk heb je ook vrouwen die humoristisch zijn. Maar op een of andere manier heb je een bepaalde klik dan met kinderen. Waardoor je ze op een andere manier aanspreekt, denk ik. Mannen zijn in humor iets gekker, denk ik, dan vrouwen. Dat het zeg maar minder zeg maar volwassen is. Dus anders een vrouw kan een grapje maken, maar dat is wat volwassener. Dat is meer voor wat oudere kinderen. En ik denk dat een man veel leuker op kleine kinderen, of nou ja, kleine kinderen, jongere kinderen over kan komen. Ja, dat de vrouwen misschien ook iets meer in het achterhoofd ook die regeltjes hebben. Of ze niet misschien iets, een regeltje wat bijvoorbeeld niet mag of dat overtreden of zo. En dat, maar daar wat losser misschien in zijn en daar niet zo natuurlijk wel over nadenken, maar wat minder laten merken misschien aan de kinderen of ja. Misschien zijn ze wat minder netjes. Het is gewoon ja, losser. Ja, gewoon misschien ook wat hardere grappen, maar dat kan ook af en toe best leuk zijn. En nou niet meteen beledigend of zo, maar gewoon wat meer recht voor zijn raap. Dus ik heb samengewerkt met een vrouw, met een juf. Die bestond al 3 dagen voor de groep en ik 2 dagen. En we gingen de klas inrichten en zij, waar ik dus echt nooit op zou letten, zij hing bepaalde blaadjes op die recht op een lijn zaten met een lat die daar hing. Ik zou er totaal niet op letten. En het is voor mij ook helemaal niet belangrijk. En ik had ook zoiets, daar gaat het niet om. En achteraf denk ik, ja, dat is wel een leerpunt voor mij, want het is rustiger voor jezelf. Maar dat is iets wat mij totaal niet bezig hield. Ik vond het veel belangrijker om het sfeervol te maken in zo'n groep en het leuk neer te zetten. En helemaal niet op dat soort dingen te letten. Terwijl ik achteraf denk, ik zie ook wel wat er meerwaarde van is, maar het is niet iets wat ik belangrijk vond. Moet jij dan meer juf hoor? Nee. Ja, ik vind het wel dat je voor jezelf kun je dan liever naar de haven van, hey, misschien doe ik dat wel, nou, ga ik nog een reflectie. Maar ik vind ook wel dat ik mijn eigen dingen erin moet houden, absoluut. Ik kom later uit bed, dus dat scheelde ook. Dan ga je voor de klas staan en zeg je, jongens, ik ga scheren. Wie heeft dat ooit wel eens gezien? Dan zeg je, ja, ik heb een paar, sommigen gaan, ja goed. En dan zeg ik, wie wil een handje helpen? Nou ja, iedereen wil even scheren. Maar ik heb een scheerapparaat, geen scheermesje, dus dat ik maar goed, nou ja, sommigen gingen daar helpen en dat vinden ze erg leuk en dan zien ze dat. En sommigen willen even voelen en hoe dat is. Nee. Dat is ook een verschil, maar goed. Dus je moet heel erg werken aan die woorden, dat woordenschap onderwijs. En een manier om een woord aan te bieden is dat het heel verrassend is, heel nieuw. Dat ze zeggen, hé, waar gaat dit over? En ook net al werd aangegeven, door dan iets geks te doen of het uniek te maken, door je te scheren in de klas of iets aan te trekken of weet ik wat, gek te doen, beklijft ze dat heel erg. En dat, ik denk dat dat ook wel een verschil is, ja. Zeker. Ja. Maar er zijn dus heel veel scholen waar de meester niet meer voorkomt. En dat moet
Dus vandaar dat wij zoiets hadden van, kom op, wij gaan met elkaar een Postbus 51 spotje maken. En niet met elkaar, dat gaan we gewoon in groepen doen. Omdat wat heel belangrijk is, is die frisse, maffe, gekke ideeën. Het jongensachtige, dat moet in het spotje zitten. Ik kan het spotje niet maken, reclamemakers kunnen dat ook niet doen. Maar die hebben zich namelijk niet verdiept in de materie, terwijl jullie dat met elkaar wel hebben. Dus wat is nou de manier om Nederlandse jongens te bereiken, om te laten zien hoe mooi het is om als man in het onderwijs te werken? Goed geregeld zeg! Ja. Uitgebreide neus! Ik heb hem wel goed hoor, qua audio hoor, dus het is... Zeg het maar als ik het ook.